Ik hoor een bepaalde assemblée-lid vaker praten over maatschappelijk werkers. En ze veronderstelt dat het mensen zijn die alle problemen in het land kunnen oplossen. En ik vind deze benadering onterecht, maar ook totaal ondeskundig. En het hindert me als maatschappelijk werker om constant te luisteren naar deze uitleg door iemand die in feite het beroep totaal niet begrijpt. Vandaar dus dat ik de vrijheid neem om over het maatschappelijk werk het een en ander te zeggen. Laat me alvast beginnen om aan te geven dat het maatschappelijk werk niet los moet worden gezien van het totaal veld van agogische arbeid, zoals de grondleggers van de agrologie of de andragogie ten Haven en Joël Bokamp dat uitleggen. Het veld van agogische arbeid is eenvoudig uitgelegd het veld van het welzijnswerk. En het veld van het welzijnswerk bestaat uit drie werksoorten, met name om het eenvoudig uit te leggen hoor. Met name 1 het maatschappelijk werk, 2 het opbouwwerk of samenlevingsopbouw en 3 het cultureel vormingswerk. Dus als je praat over, laten we zeggen dus, maatschappelijk werk, dan moet je dat ook kunnen bezien in relatie tot die andere werkvelden. Omdat de aanpak van de problemen vanuit met name dus het agogisch denken, ja, omdat de agologie is de centrale wetenschap van met name dus het maatschappelijk werk, of zoals we zeggen, het welzijnswerk. En ik hoef niet dieper in te gaan op wat Ten Haven bedoelt met het agogisch werkveld. Maar om door te gaan. Je zou het maatschappelijk werk in relatie moeten bezien van die andere werkvelden. Omdat om te komen tot een gerichte aanpak van het leven van mensen, je het vanuit die verschillende werksoorten moet bekijken. De mens als individu, dat houdt in de mens als lid van een gezin. Individu. De mens als onderdeel van de woonomgeving, de buurt, werk. En de mens als lid van die totale grotere samenleving. Ja, dus uitgelegd naar wat ik bedoel. De mens als lid van het gezin en het individu, dat is het domein van het maatschappelijk werk. Maar het maatschappelijk werk, het gezin staat onder invloed van de buurt, de omgeving. En dat is het opbouwwerk, dat is de samenleving, dat is de samenleving opbouwen. Wanneer je probeert om de woonomgeving, de existentiële woonomgeving van het individu te veranderen. En het derde aspect is het grotere geheel van het cultureel vormingswerk, wat te maken heeft met meer, ja, het stil van het individu naar meer, kan je zeggen, vorming, volwassen educatie en noem maar op. Dus, je zal in feite, ja, als je dus wil komen tot een totale aanpak van de problemen in de buurt van gezinnen, ja, niet domweg moeten zeggen van kijk, je gaat maatschappelijk werken sturen in een buurt om die verandering te brengen. Omdat als een neurologe zo, de situatie, de maatschappelijk werker, ja, het maatschappelijk werk is bedoeld om mensen die in nood zijn te helpen. In nood, dat betekent van mensen dus die in een noodsituatie komen te verkeren. En dat kan zijn acuut, waarvan de nood kan zijn omschreven worden als een acute noodsituatie, materieel,
Dat houdt in geen geld, misschien geen omgeving om te wonen. Dat is een voorbeeld. En een mens ja, die in een psychosociaal probleem kan komen te verkeren, dat houdt in een conflict met zijn omgeving. Omdat, ja, vanuit de maatschappelijk werken, meteorologie bekeken, ja, is het maatschappelijk werk gericht op het verbeteren van de sociaal functioneren, de psychosociale welzijn van het individu. Dat betekent niets anders dat we het individu bezien als iemand die sociale contacten onderhoudt. En wij als maatschappelijk werkers moeten proberen, ja, om in het netwerk van de sociale contacten die de persoon onderhoudt, dan gaan we dus die problemen opsporen in het netwerk. En dat kan zijn binnen het gezin. En het kan ook zijn buiten het gezin, meer naar de familie en vrienden en noem maar op. Ja? Als het een kwestie is van de individu zelf, van conflicten met zichzelf, die buiten het counselen vallen, dan is het het terrein van de psycholoog en de psychiater. Daar komen we niet aan. Vandaar dus dat als we naar het individu kijken als maatschappelijk werk, praten wij over een interdisciplinaire benadering. Dus je moet niet denken dat je gewoon maatschappelijk werk gaat sturen in een wijk om problemen op te lossen. Het gaat niet zo. Het maatschappelijk werk, zoals Ten Haven en dingen uitleggen, ja, heeft een aantal kenmerken. De eerste is dat het gaat om een intentioneel sociale beïnvloeding. Dat betekent dat de maatschappelijke werker, ja, probeert om het individu te beïnvloeden. Om te komen tot een stukje gedragsverandering. En die beïnvloeding is niet wederkerig. Het is maar een inrichting. Het is van maatschappelijk werk, hulpverlening naar cliënt. Derde is, er is sprake van een hulpverleningssysteem en een dienstverleningssysteem. We praten vaak over het cliëntsysteem, waarbij we in feite het totaal systeem waarbinnen het cliënt functioneert gaan we analyseren. Ja, zijn gezin, noem maar op. Zijn plaats in het gezin, we gaan verder. Verder zeggen we ook dat er is sprake van een bepaalde systematiek. Er is sprake van een bepaalde aanpak van systematisch. En daaruit kunnen we zeggen, er is sprake van een bepaalde fasemodel. Van intake, naar onderzoek, naar diagnose, formulering, hulpplan, uitvoering, hulpplan en evaluatie. Dat is het proces van hulpverlening. En dat betekent dat je niet gewoon gaat naar een buurt. Er moet een hulpverlenend en een cliëntsysteem zijn. En het dienstverlenend systeem moet zijn dat je onderdeel bent van een department, van een stichting of van een ding, waarbij je hulp kan bieden aan de cliënt. En die hulp die je kan bieden, dat noemen wij met een mooi technisch term, het hulpaanbod. Dus wat hebben wij in onze toolbox? Want zo moet je het zien. Wat hebben wij in onze toolbox om een cliënt alvast te helpen? En als we geen toolbox hebben, dan kunnen we die cliënt niet helpen. Toch? Dus als je een maatschappelijk werker stuurt naar een wijk zonder dat je een toolbox hebt, dan kan je niet helpen. En mevrouw Etnel, die maakt continu die fout om te denken dat je gewoon maatschappelijk werk gaat sturen in een wijk dat je problemen gaat oplossen. Ik ga een concreet geval geven. We hebben een geval van een gezin in buurt A. Moeder is werkloos geworden. Vader is een verslaafde, drugsverslaafde. Kinderen. Twee kinderen gaan niet op school. Een ander kind vertoont moeilijk gedrag. En dan ga je zeggen van kijk, je gaat toen maar iemand sturen om daar te gaan behandelen. Nee, je moet gaan en kijken van wat zijn de problemen die je eerst moet aanpakken. Wat heb je in hulp aanbod? Je moet daar gaan, je moet hulp kunnen bieden, steun kunnen geven. Huishuur kunnen regelen. Anders hebben de mensen geen eten. Maar als je de mensen geen eten kan geven, geen huisvesting, geen onderpand, dan ga je de mensen ook niet kunnen begeleiden.
Het gaat niet zo eenvoudig. De mensen gaan begeleid worden, ze gaan naar dingen. En dan ga je dat gezin aanpakken. Je gaat praten met de vader. De vader is een drugsverslaafd. Hij moet begeleid worden. Hij moet hij misschien thuis begeleid worden? Moet hij naar een afkikcentrum gaan? Er zijn heleboel facetten waarbij jij als maatschappelijk werker niet alleen kan handelen, omdat je afhankelijk bent van een heel systeem, een heel hulpverleningssysteem en aanbod. En als die diensten niet functioneren, als je geen plaats kan vinden bij LPI, als sociale zaken niet functioneren, als die andere afdeling van LPI niet functioneert, ja, dan zit je als maatschappelijk werker daar. En die mensen gaan niet naar je luisteren als je ze geen hulp kan bieden. Ik zeg dit met name om aan te geven, ja, dat het maatschappelijk werk geen problemen kan oplossen zonder meer. Het maatschappelijk werk is bedoeld om het individu te helpen om inzicht te krijgen in zijn problemen, zodat hij zijn problemen zelfstandig kan aanpakken. Dat doet de maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker is geen sociale taak als zodanig van sociale zaken, heeft sociale voorzieningen. En de maatschappelijk werker die bemiddelt dat die cliënt in aanmerking gaat komen van die sociale steun of van die sociale voorzieningen. En de maatschappelijk werker gaat proberen om de cliënt zodanig te begeleiden dat hij kan dealen met de situatie. Hij kan zijn leven, kan hij nu gaan, wat wij noemen in feite, je kan structuur brengen in zijn leven. Regelmaat, planning. Dat hij niet meer leeft op dag tot dag. Dat hij dus in feite een bepaalde, kan je zeggen, een bepaalde, hoe noemen we dat eigenlijk weer? Ik ben het eventjes vergeten, maar het heeft te maken met een bepaalde regelmaat. Of nee, de term ben ik vergeten. Hè? Dat een individu moet gaan begrijpen, ik moet opstaan morgens, baden, eten, aan het werk gaan, thuiskomen, met mijn kinderen bezig zijn. Hij gaat zijn tijd indelen, s'avonds weer 10 uur gaan slapen. Ik kan niet gaan slapen op de hoek of stoepje gaan drinken, want ik moet morgen weer aan het werk gaan. Ja? Dus dat kan de maatschappelijk werker helpen om het individu te begeleiden. De opvatting dat je de werkmotivatie en functioneren van de maatschappelijk werker kan optimaliseren door hem te plaatsen in de rang van beleidsadviseur, is ook zo'n misplaatste opvatting. Omdat die functie bestemd zijn voor ambtenaren die zich meer bezighouden met beleidsontwikkeling en onderzoek. Een maatschappelijk werker is iemand die is opgeleid en in het bezit van een bachelor HBO opleiding en daarvoor bestaan binnen de overheid fungerende regels ten aanzien van zijn waardering en de daaraan behorende salarisschaal. Dus het enige wat je kan doen, als je vindt dus dat je die functie beter moet waarderen, is dat je dus misschien dat doet in de vorm van een aanvullende toelage, of dat je dus een staforgaan dat beoordelen om te komen tot de herwaardering van die functie. Maar je moet blijven binnen dus de regels van de overheid. En dan moet je kijken dus dat er mensen zijn dus die van de universiteit komen, die zijn mensen dus die zich meer bezighouden met onderzoek en beleid. Een maatschappelijk werker kan ook beleidswerk doen, ja, maar dan is hij in een andere functie geplaatst. Hij kan ook een bijdrage leveren in een team van wetenschappers, weet toch, vanuit zijn specifieke werkterrein en andere dingen die noodzakelijk zijn, omdat de afdeling waarschijnlijk ja, een beter product kan leveren met ook de inzichten van vanuit het agogisch oogpunt. Het probleem van de maatschappelijk werker heeft ook te maken met die hele totale organisatie binnen het ministerie. Die hele hulpverlening is aan evaluatie toe. En er zijn besluiten genomen door echt onervaren hulpverleners en mensen in de leiding van het ministerie ook, die niet bekend zijn met het werkveld, dat men in feite die hele jeugdhulpverlening, dat gericht was op die individuele hulpverlening aan kinderen,
minderjarigen en jeugdigen en gezinnen die opgeheven en ondergebracht onder een soort dienst van maatschappelijke dienstverlening. Wat zich meer bezighoudt met een stukje algemeen maatschappelijk werk aan volwassenen. Ook doelgroepen als gehandicapten en hoe noem het verder, en bejaarden. Die men totaal verwaard, maar dat komt door mensen die totaal geen inzicht hebben van het ministerie. Omdat, nadat je dus een maatschappelijk werker bent, moet je ook iemand zijn die inzicht heeft in de hele structuur van het ministerie, waardoor er goede besluiten moeten nemen. En de mensen die die besluiten hebben genomen, zijn mensen die echt, in mijn opvatting, niet die deskundigheid hadden om zich bezig te houden met een stukje reorganisatie van de hulpverlening. Zoiets moet je ook doen door die hele ministerie te raadplegen. En zo, ja, zijn we dus nu op het punt beland waarbij je dus die hele hulpverlening, die hele organisatie van de hulpverlening in Suriname moet bekijken. Om te komen van hoe je het gaat reorganiseren. Ik hoop dat ik in deze eerste fase heb kunnen uitleggen wat het maatschappelijk werk is. En ik ga in nog een aantal uitzendingen dat ding verdiepen. Zodat ik niet meer hoef te horen van DNA-leden of mensen die willen praten en willen uitleggen hoe dat maatschappelijk werkers problemen gaan oplossen. Problemen moeten opgelost worden door de politiek, door de regering. De regering moet de politiek, moet het beleid hoedanig voeren dat je mensen met maatregelen helpt, dat je werkgelegenheid schept, dat je goede sociale voorzieningen hebt, dat je onderwijsmogelijkheden schept, dat je huisvestingsmogelijkheden schept. Dat zijn voorwaarden, ja, dat mensen normaal kunnen leven. En dat gaat niet, dat daarmee is de maatschappelijke werker kan die dingen niet creëren. De maatschappelijke werker heeft die tools nodig om het individu die afwijkt door omstandigheden en andere dingen, wijkt hij af van het pad. En dan moet de maatschappelijke werker proberen om die individuen weer op het rechte pad te krijgen. Zodat ze verder normaal kunnen leven. Waardoor we in die samenleving steeds meer mensen helpen. Omdat zoals de agogen dat uitleggen, ja, toen ik op de college zat, op de academie, ja, zei de docent altijd van kijk, we leven in een ingewikkelde samenleving. Die samenleving wordt steeds ingewikkelder. Ja? En er zijn een heleboel techno-structurele innovaties. Dus een heleboel veranderingen. En bepaalde veranderingen gaan te snel voor bepaalde individuen. Ze kunnen die verandering niet bijhouden. En ze raken achter, waardoor het maatschappelijk werker juist moet inkomen om die achterstand te helpen inlopen. Ja? Zodat we geen samenleving krijgen. Vanuit in het Westen, in landen als Holland, zijn rijke landen. Daar heb je voor alle mensen, buurt, noem maar op, ja, heb je een hulpverlener. Er is een maatschappelijk werker, staat klaar daar, om direct te helpen. Ja? Alleen om te voorkomen dat die mensen geen last voor die samenleving als die mensen achterblijven. Ze vormen een probleem in die samenleving. En maar dat te voorkomen, ja, want die mensen hebben al problemen met allerlei dingen van drugsverslaving en noem maar op, welzijnsproblemen. En juist daarom dat men in het Westen enorm veel aandacht besteedt aan het vraagstuk van het maatschappelijk werk. Ik hoop dat ik met deze eerste aflevering een beetje duidelijkheid heb gebracht in wat het maatschappelijk werk inhoudt en betekent.